Ben je wakker geworden vanmorgen? Ja, ja. Nou, het klinkt misschien raar, maar toch ook wel met een beetje een last van onze schouders af. Ik heb het een geweldige eer gevonden dat ik Peter naar zijn laatste plek mocht brengen. En dat ik een toespraak mocht houden. Maar die eer gaat ook gepaard met, met dagen, van dat je dat toch ook tegenop ziet. Waar zeg je het meest tegenop? Nou, dat tegen alles, tegen zo'n toespraak houden. Je bent zelf Carré ingewandeld. Ja, dat was zo hartverwarmend mooi. En wij hebben zelfs geoefend met kistdragen. En als je dat dan, zag je. Ja, zag als, je dan? Als je dan je broer optilt en hem naar binnen draagt en later naar buiten. Een heel Carré komt overeind. Ja. Er komt een staande ovatie. Ja. Nou, ja. Wij vonden het allebei zwaar om die kist te tillen, maar het leek wel alsof er een hand kwam. Ja, een soort adrenaline. Ja, en die pakt het dan ook op. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest in mijn leven. Hè? Ik bedoel, Peter rustte op mijn schouder. En ik heb zo vaak ook op zijn schouder gerust. Dus dan, ja, dan sta je daar met die mensen en dan is het zo indrukwekkend. En eerlijk gezegd heb ik, ik weet niet hoe het met jou is, Wouter, jij zei het ook, ik heb eigenlijk niets gezien in die hele zaal. Want ik was de hele tijd bezig met die gedachte. Ik zag wel de bloemen en de foto's van Peter. Maar met die gedachte om die kist goed te dragen, dat waardig te doen. Ja. Top dat je gekeken hebt naar dit online fragment van Humberto. Wil je meer zien, het hele fragment, ga naar rtl.nl. En als je het mooi vindt, vertel het door. En abonneer je even. Dankjewel.